Welkom bij de schildklierwebinars van Schildklierorganisatie Nederland. Webinars over het leven met een schildklieraandoening. In elke aflevering spreken we met zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen. Fijn dat u kijkt. Ik ben Marlies Moor, directeur van de Schildklierorganisatie Nederland. De enige patiëntenorganisatie in Nederland voor mensen met een schildklieraandoening en hun naasten. Deze aflevering gaat over het hebben van een vitamine B12 tekort. Hoe je het vaststelt en hoe je het behandelt. Omdat mensen met een schildklieraandoening vaker een vitamine B12 tekort ontwikkelen, is het superbelangrijk om ons bewust te zijn hoe dit tekort ontstaat en hoe je het beste behandeld kan worden. Ik spreek met internist-endocrinoloog Bruce Wolfensbüttel, tot 2 jaar geleden actief als hoogleraar aan de Universiteit van Groningen en in het Universitair Medisch Centrum Groningen. En nog steeds is hij erg actief. Goedendag. Vandaag praten we over vitamine B12 en schildklieraandoeningen. Zoals u op de dia ziet, zijn dat eigenlijk partners in crime. Ik wil beginnen met 2 patiëntenverhalen. De eerste was een dame, de patiëntenverhalen zijn een klein beetje aangepast. Een dame met een te snel werkende schildklier die op mijn spreekuur kwam. U ziet hier de klachten die ze had, trillen, gewichtsverlies. En de huisarts had bij haar al bloedonderzoek gedaan en vond een flinke te snel werkende schildklier met een vrij T4-waarde van boven de 80. Maar vond ook een laag B12 gehalte van 117. We gaan zo in op wat dat betekent en aan het eind bespreken we wat bij haar de consequenties en conclusies waren. De tweede patiënt die ik met u wil bespreken is iemand die al bekend was met een primaire hypothyreoïdie van Hashimoto en ook vitiligo had, de ontkleuring van de huid die u rechts op de dia ziet. Zij had klachten van hersenmist, vermoeidheid, niet goed kunnen concentreren en tintelingen in handen en voeten. En ze dacht al dat er een B12 tekort zou kunnen zijn en was supplementen gaan slikken. Bij bloedonderzoek vond de huisarts een vrij T4 die normaal was bij een normale TSH en een vitamine B12 die ook als normaal, 180 nanomol per liter, picomol per liter, werd geïnterpreteerd. Haar MMA, en ik ga u dadelijk uitleggen wat dat is, was op dat moment ook normaal. Nou, waarom is vitamine B12 nou zo belangrijk? We beginnen eerst met de achtergronden, waarom B12 in de voeding zit, hoe het in de voeding zit en waarom B12 voor het lichaam belangrijk is. Vitamine B12 is een onmisbare vitamine. Zonder vitamine B12 leidt tot overlijden. En u ziet hier een aantal functies van vitamine B12 in het lichaam. In de eerste plaats heeft vitamine B12 een effect op celdeling en DNA-aanmaak. Het heeft een effect op een goede functie van hersenen en zenuwen en zorgt onder andere voor de myelineschede, zeg maar de isolatielaag rondom de zenuwen. B12 heeft een effect op de energieproductie. Het is een cofactor bij het maken van energie in de mitochondriën, onze energiefabriekjes in het lichaam. Een belangrijke functie ook bij de aanmaak van alle bloedcellen, zowel de rode als de witte bloedlichaampjes, staan onder invloed van B12 en B12 beschikbaarheid. En tot slot heeft vitamine B12 een belangrijke rol in ons immuunsysteem, de afweer tegen bacteriën en virussen. En rechts op de dia ziet u hoe vitamine B12 structureel in elkaar zit. Hartstikke complex. Ergens midden centraal zit een kobaltatoom en daaromheen zit een hele structuur van koolstof en vergelijkbare moleculen die maken dat vitamine B12 een heel complex product is. Niet alleen de structuur van vitamine B12 is complex, ook de opname van B12 in het lichaam. Het eerste wat u daarbij moet weten is dat we vitamine B12 uit de voeding krijgen, exclusief via het eten van dierlijke producten. Vlees, vis, ei, melk. Er zijn natuurlijk ook producten die van nature geen B12 bevatten, maar versterkt zijn met B12, gefortificeerd zijn. Als je vitamine B12 binnenkrijgt, bijvoorbeeld met de maaltijd, het eerste wat gebeurt is dat het bindt aan eiwitten uit onze speekselklieren en vervolgens wordt het verder getransporteerd naar de maag en naar de dunne darm. In de maag en in de dunne darm zijn zoutzuur en pepsine, splitsende eiwitten, belangrijk, omdat daar het B12 van het speekseleiwit af wordt gehaald en gekoppeld wordt aan intrinsic factor. Intrinsic factor is een eiwit dat in de maag gemaakt wordt en speciaal is bedoeld om te binden aan B12, zodat later verderop in de darm, in het laatste gedeelte van de dunne darm, het complex van B12 en intrinsic factor in het lichaam kan worden opgenomen.
Je neemt uit de voeding maar een heel klein beetje van het vitamine B12 op. Daar ga ik dadelijk later nog op in. Ongeveer 1,5 microgram. De rest verdwijnt via de ontlasting. En dan zie je rechtsonder in de dia dat in de darm wordt het intrinsic factor weer van het B12 afgehaald. En wordt het B12 gekoppeld aan een ander eiwit. En dat zijn twee verschillende eiwitten. Het ene is het eiwit haptocorine, dat staat links op de dia. En het andere is het eiwit transcobalamine, dat staat ook links op de dia. Waarom in de schepping dit zo ingewikkeld is gemaakt, niemand weet het. Wat we wel weten is dat alleen het B12 dat gekoppeld is aan transcobalamine kan in cellen worden opgenomen. En daarom noemen we dat ook wel, een beetje foutief, maar noemen we het ook wel het actieve B12. Het B12 dat gekoppeld is aan haptocorine, dat is het meeste, meer dan 80%, kan niet in de cellen worden opgenomen en is ook wel inactief B12 genoemd. Eigenlijk weten we al heel lang de aandoening die met vitamine B12 tekort gepaard gaat. Als een 170 jaar geleden was Thomas Edison in Londen degene die een aantal mensen beschreef met een aandoening die hij later pernicieuze bloedarmoede noemde. En op dat moment was nog helemaal niets bekend over het bestaan van vitamine B12, of vitamines in het algemeen. Maar hij beschreef mensen die vaak bloedarmoede kregen, neurologische klachten kregen en uiteindelijk zonder behandeling, want die was toen nog niet overleden. Die aandoening noemde hij pernicieuze anemie, ook wel de ziekte van Addison-Biermer. Biermer was zijn collega in Duitsland die dezelfde aandoening zo'n beetje in die tijd op het spoor kwam. En destijds was het een aandoening die heel vaak gepaard ging met bloedarmoede. Vandaar de term pernicieuze bloedarmoede, pernicieuze anemie. Wat vooral van belang is om nu te weten is dat anno 2024 de ziekte geweldig veranderd is in vergelijking met 150 tot 170 jaar geleden. Nog maar een klein percentage van de mensen met B12 tekort heeft de bloedarmoede. Het grootste gedeelte van de mensen met B12 tekort heeft neurologische klachten of psychische psychiatrische symptomen. Daar komen we dadelijk op terug. Wat zijn nou de klachten die kunnen ontstaan op het moment dat iemand een vitamine B12 tekort heeft? Nou, u ziet hier op de dia twee dingen. Kijk eerst naar de achtergrond. De achtergrond is een veenbrand. En ik heb met name die metafoor uitgekozen omdat vitamine B12 tekort in het lichaam doorwoekert als een veenbrand. Je ziet geen uitslaande vlammen. De bomen in het bos staan nog, maar de brand woekert door laag over de grond en door het veen. En dat is ook wat je aan de buitenkant bij mensen met vitamine B12 tekort ziet. Niet zo heel veel. De klachten zitten vooral binnenin. En die klachten zijn in de hersenen. Hersenmist, brain fog, slecht geheugen, niet kunnen concentreren, niet op namen kunnen komen. Hoe heten zij ook alweer? Klachten van psychische aard, depressie, angstklachten, soms paniekaanvallen. Heel typisch de neurologische klachten, de klachten van het zenuwstelsel, zoals tintelingen, doofheid in handen en voeten, neuropathische pijnklachten en een hele ernstige aandoening ook ataxie of het vermogen om nog goed te kunnen lopen. Dat ziet u allemaal links. Rechts de bewegingsklachten, spierpijn, gewrichtsklachten, zwakte. Algemene klachten in de vorm van vermoeidheid, uitputting, gewrichtspijnen, brandende tong, aften op de tong en meer aspecifieke klachten als buikklachten en diarree. En vaak komt er ook vitiligo voor. U hebt net de tweede persoon die we hebben besproken met Hashimoto. Niet dat de vitiligo komt door B12 tekort, maar vaak in combinatie met B12 tekort voorkomt. Zoals B12 tekort ook heel vaak voorkomt bij mensen met schildklieraandoeningen. En dan helemaal rechts onderin ziet u bloedarmoede. Een hoge MCV-gehalte in het bloed, soms ijzergebrek, maar we zien die bloedarmoede maar bij een klein deel van de mensen met vitamine B12 tekort, 20% of soms minder. Hoe ontstaat nou een B12 tekort? Nou, eigenlijk kun je twee oorzaken grofweg onderkennen. Eén, en dat is het meest voorkomende, is een onvoldoende inname van B12. Hè? Mensen die vegetariër zijn of helemaal een plantgebaseerde voeding gebruiken, daar zit geen B12 in, want die mensen eten geen dierlijke producten. En we schatten dat bijna iedereen die een plantgebaseerde voeding gaat gebruiken, B12 tekort gaat krijgen en dus moet suppleren. Een kleinere groep, maar een hele belangrijke groep, zijn de mensen met een slechte
opname van B12. En daarvan kun je zeggen, iedereen die voldoende dierlijke producten eet, maar toch een vitamine B12 tekort ontwikkelt, heeft per definitie een slechte opname. Meestal is dat veroorzaakt door een auto-immuunziekte, zoals de ziekte van Addison-Bierman, waar we het net over hadden. Maar we zien daar wat verschuivingen in oorzaken. Vooral nog even herhalen, mensen met een aangetoond B12-tekort, die voldoende dierlijke producten eten, hebben per definitie een gestoorde B12-opname. Hou dat vast. Nou, dan maken we de brug naar de schildklier. Want de twee mensen die ik u net liet zien, de eerste met de te snel werkende schildklier bleek de ziekte van Graves te hebben. De tweede was iemand die al langer bekend was met Hashimoto. En mensen met een schildklieraandoening, of het nou te snel of een te langzaam werkende schildklier, hebben een grotere kans om vitamine B12 tekort te krijgen. En dat heeft te maken met beide hebben een auto-immuunoorzaak. Een reden waarin het eigen immuunsysteem het betreffende orgaan aanvalt. Bij Graves maakt het immuunsysteem schildklierstimulerende antistoffen. Bij Hashimoto maakt het schildklierblokkerende antistoffen. En bij de klassieke ziekte van Addison-Bierman maakt het lichaam of antistoffen tegen de maagslijmvliescellen, de parietale cellen, waardoor er minder zuur wordt geproduceerd. Of antistoffen tegen intrinsic factor, dat eiwit wat zo belangrijk is om B12 in je lichaam op te nemen. Maar er zijn verschillen. Als we kijken naar schildklieraandoening, bijvoorbeeld Hashimoto, dan heeft meer dan 80% van de mensen met een hypothyreoïdie, een te langzaam werkende schildklier, heeft die anti-TPO-antistoffen, die antistoffen tegen thyroïdperoxidase. Als we kijken naar B12-tekort, dan heeft maar 30 tot 40% van de mensen heeft antistoffen tegen of die maagslijmvliescellen, die parietale cellen, of tegen intrinsic factor. Waarom dat is, weten we niet. Waarom 60 tot 70% die antistoffen niet heeft, weten we niet. Dat heeft misschien met de bepalingsmethode te maken of de spiegel is te laag. Maar die antistoffen wijzen wel op schade in de maag als gevolg van het immuunproces. En dat heet een auto-immuun gastritis, maagslijmvliesontsteking. Niet alleen schildklier en B12 zijn partners in crime. Ook andere auto-immuunaandoeningen kunnen gezamenlijk met B12 tekort of schildklieraandoeningen voorkomen. En u ziet ze op de linkerkant van de dia. Type 1 diabetes, celiakie, een allergie voor gluten, eiwitten in granen, vroegtijdige overgang, de vitiligo, de ontkleurde plekken op de huid, waarvan de dame met Hashimoto de foto net heeft gezien. En het minst vaak voorkomend, maar wel heel belangrijk, de ziekte van Addison, primaire uitval van de bijnierschorsfunctie. En al die aandoeningen worden gekarakteriseerd doordat er in het bloed in principe antistoffen tegen het betreffende orgaan kunnen worden aangetoond. Bijvoorbeeld bij type 1 diabetes antistoffen tegen bestanddelen van de eilandjes van Langerhans of tegen het GAD65 eiwit. We gaan weer even terug naar de veenbrand. Ik heb u verteld over slechte inname bij plantgebaseerde voeding versus slechte opname. We hebben het gehad over auto-immuunziekten, vergelijkbaar met Graves en Hashimoto bij de schildklier. Maar er zijn nog andere redenen waarom mensen een B12-tekort kunnen ontwikkelen. En nu ziet u hier rechts onderaan staan. Dat kan zijn na een maagoperatie, een operatie waarbij de hele maag is verwijderd. Omdat je dan geen intrinsic factor meer maakt en dus ook geen intrinsic factor meer kan binden aan het B12 om het op te nemen in het bloed. We zien het dus ook heel vaak na een bariatrische ingreep, een zogenaamde maagverkleining, waarbij een groot gedeelte van de maag wordt uitgeschakeld en verderop op de dunne darm wordt geplaatst met als doel afvallen, met als neveneffect B12 tekort. We zien het bij dure-darmziekten, zoals de ziekte van Crohn, een ontsteking van de dunne darm, of bij celiakie, de allergie voor gluten. Maar we zien het ook bij het gebruik van bepaalde medicamenten. Mensen die maagzuurremmers gebruiken, mensen die metformine gebruiken bij diabetes, mensen die anti-Parkinson-middelen gebruiken als levodopa, hebben een grotere kans om vitamine B12 tekort te ontwikkelen. Bijvoorbeeld bij maagzuurremmers, omdat je zuur in je maag nodig hebt om B12 aan dat intrinsic factor te laten koppelen en goed te kunnen opnemen. En de laatste oorzaak die we tegenwoordig steeds vaker vinden, en met name in het uitgaanscircuit, is lachgas. Inhalatie van lachgas, vaak inhaleren, kan het B12 inactiveren en kan tot ernstige neurologische schade leiden. Dan gaan we het nu hebben over de diagnose. En
Dat is lang niet altijd makkelijk. Ik zal proberen wat ins en outs van de metingen van B12 en andere stoffen in het bloed toe te lichten en uit te leggen waarom dat lang niet altijd even duidelijk is. Het eerste wat je kunt meten als je iemand verdenkt van een vitamine B12 tekort is of het totale B12 gehalte in het bloed, of je kunt dat actieve B12, beter gezegd het holotranscobalamine, kun je meten. Ik heb u net uitgelegd het verschil tussen B12 en actief B12. Nou heeft vitamine B12 een aantal chemische rollen en chemische effecten in het lichaam. En dat ziet u rechts op de dia. Het heeft een effect nadat het B12 is geactiveerd tot methylcobalamine in de omzetting van de stof homocysteïne tot methionine. En is er een B12 tekort, dan kan de stof homocysteïne kan stijgen. Daarnaast wordt het B12 in de mitochondriën, in de powerhouses, in de energieproductiefabriekjes van onze cellen omgezet in adenosylcobalamine en daar stimuleert het de omzetting van propioniel in methylmalonyl en vervolgens in succinyl-CoA. Allemaal hele deftige chemische termen. Waar u vooral moet onthouden is dat dat kan leiden tot een stijging van de stof MMA, methylmalonylzuur, methylmalonic acid. En die beide stoffen, zowel homocysteïne als MMA, worden vaak gebruikt als een afgeleide maat voor, als ze verhoogd zijn, zal er wel B12 tekort zijn. Nou, ik ga u dadelijk laten zien hoe dat werkt, want dat werkt lang niet altijd even goed. Het belangrijkste, zeg maar het dreamteam om een diagnose te stellen, is als je B12 gehalte laag is of bijna laag, dat je dan het MMA en of het homocysteïne meet. En als die verhoogd zijn, heb je daarmee bewezen dat er een B12 tekort is, een functioneel B12 tekort. We beginnen altijd met het meten van het B12 gehalte in het bloed. Het eerste probleem waar we tegenaan lopen zijn, wat zijn nou de normaalwaarden voor B12 in het bloed? Als je een aantal gezonde mensen bloed afneemt en je meet het B12 gehalte in het bloed, bij mensen die verder geen supplementen gebruiken, dan ligt het gemiddelde B12 ergens in het normale gebied tussen de 140 en de 600. Dat is wat u linksboven op de dia ziet. En dat wordt als normaal gezien. B12 gehalte onder de 140 of andere metingen geven aan 148, dat varieert een beetje van meting tot meting, wordt gezien als te laag. En als iemand klachten heeft en een B12 gehalte van onder de 140, is dat nagenoeg bewijzend dat die klachten grotendeels veroorzaakt worden op vitamine B12 tekort. Maar het ligt wat ingewikkelder hier, omdat we weten dat er een groot grijs gebied is. Lang niet iedereen met klachten door vitamine B12 tekort heeft een waarde van onder de 140. Je kunt ook klachten hebben in het grijze gebied. En dat grijze gebied ligt ergens tussen de 140 en de 300. En het idee is dat als je dat grijze gebied hebt, dat je dan die meting van MMA of homocysteïne zou kunnen doen om te kijken van nou, heb ik toch bewijs dat er een functioneel tekort is. Nou ziet u daar een verkeersbord, 50 km per uur. En dat staat er niet voor niks. Waarom staat dat er? Als u rijdt, we zitten hier in Doorn, in het prachtige midden van het land. Als u rijdt door het dorp en je mag daar 50 km per uur, dan voelt u zich best aangetast als u tegengehouden wordt en gezegd wordt, u rijdt te hard. Nee, u rijdt niet te hard, u rijdt keurig 50 km per uur. Zo precies werkt het in het vitamine B12 verhaal helemaal niet, want 140 en lager is afwijkend. Maar ook een normale B12-waarde, waarvan we denken dat zit in het normale gebied, kan gepaard gaan met klachten. Vandaar 140 tot 300 als grijs gebied. Daarnaast zijn er twee valkuilen. De ene valkuil is dus als mensen veel van die antistoffen tegen die intrinsic factor hebben, dan kan dat de waarde van het B12 vals verhogen en dan tuin je erin. Dan denk je dat de B12-waarde normaal is, maar dat is die niet. En een andere valkuil is, we komen soms mensen tegen waarbij een hoge B12-waarde wordt gevonden zonder dat ze supplementen gebruiken. En ook dat is afwijkend. De tijd is te kort om nu precies in te gaan wat dat betekent. Maar een hoge B12 boven de 1400, boven de grens van het gebied waarin de meting goed werkt, zonder dat zo iemand supplementen gebruikt, is afwijkend en behoeft verder onderzoek. Nou, dan gaan we nu kijken naar dat actieve B12. Een jaar of 15 geleden is dat op de markt gezet als de nieuwe heilige graal. Als we dat nou zouden meten, dan zouden we veel preciezer aan kunnen geven wie wel of niet een B12 tekort heeft. En dan ziet u ook, het normale gebied ligt tussen de 30 en de 125, maar ook in het actieve B12, het holotranscobalamine, is er een grijs gebied. Onder de 30
is afwijkend. Tussen de 30 en de 70 is grijs gebied en boven de 70 is normaal. Mooier kunnen we het niet maken. Nou, toen hebben klinisch chemici gedacht, weet je wat, als we nou in dat grijze gebied van 30 tot 70 dat MMA gaan meten en dat homocysteïne gaan meten, dan vinden we vast mensen die toch door de mand vallen omdat een van die biomarkers afwijkend is en daarmee wijst op een functioneel B12 tekort. Dat is eigenlijk wat u hier ziet, hè? Het diagnose dreamteam. Totaal B12 van onder de 140 bij mensen met klachten betekent B12 tekort, betekent behandelen. Een actief B12 holotranscobalamine van onder de 30 betekent een tekort, behandelen. Als dat B12 in het grijze gebied zit, 140 tot 300 voor het totale of 30 tot 70 voor het actieve B12, meet dan MMA en of homocysteïne. En als dat verhoogd is, is er een B12 tekort en moet je behandelen. Voordat ik laat zien dat dat helemaal niet zo eenvoudig is, twee belangrijke waarschuwingen. 1 is het B12 gehalte zelf. Er zijn nogal wat variaties in de bepalingen van het B12 van laboratorium. Dus het kan heel goed dat hetzelfde bloedmonster in het ene ziekenhuis een waarde van 240 geeft en in het andere ziekenhuis van 440. Daarnaast is er variatie van B12 van dag tot dag. Dat kan te maken hebben met of je de dagen daarvoor veel of minder dierlijke producten hebt gehad. Maar die variatie is er altijd en die kan 100 punten van dag tot dag verschillen. 100 picomol. Er is variatie van B12 gehalte in het bloed op basis van de voeding. Dierlijke voeding, gebruik van supplementen, gebruik van energiedrankjes waar B12 in zit. En zelfs magnetronbereidingen van maaltijden. Als je een maaltijd met dierlijke producten in de magnetron bereidt, gaat het B12 gehalte van de voeding ongeveer 30% naar beneden, onderuit. Dus in feite maak je dan een heel klein beetje van het B12 wat er al in zat, maak je ongeschikt. Dan zijn er, en dat vergeten we vaak, een aantal erfelijke factoren, factoren in je DNA, die maken of je juist een hoger of een minder hoog B12 gehalte hebt. En het verschil tussen een aantal van die factoren kan zo 100 tot 150 punten zijn. Dus er zijn mensen die op basis van hun DNA, hun erfelijke aanleg, een waarde hebben die altijd wat hoger ligt. En vaak is dat dan inactief B12, dus B12 waar je eigenlijk niet zo heel van hebt. Daarnaast zijn er ziektes zoals infecties, leveraandoeningen en verminderde nierfunctie waardoor het B12 kan variëren. En als laatste, en ik heb dat net al genoemd bij de oorzaken van vitamine B12 tekort, kunnen medicamenten een invloed hebben zoals maagzuurremmers en metformine. Aan de andere kant dat MMA, wat vaak bedacht is van, nou weet je, dat is een goede maat om als leugendetector om toch een B12 tekort te kunnen vinden, te gebruiken. Ook MMA kent waardes, variatie van dag tot dag. Hangt samen met de samenstelling van de voeding, welke vetzuren precies in je voeding zitten. Ook daar zijn een paar belangrijke DNA-factoren gevonden die de hoogte van het MMA beïnvloeden. Je MMA gaat wat omhoog als je wat ouder wordt of als je nierfunctie minder wordt. En een belangrijke, vaak over het hoofd geziene oorzaak is het gebruik van antibiotica. Als iemand antibiotica gebruikt, heeft dat een geweldig effect op de bacteriën in je darm. En juist de bacteriën in je darm maken propionyl-CoA, de voorloper van dat MMA. Dus als je in de periode van 3-4 maanden voorafgaande en een MMA-meting antibiotica hebt gebruikt, zal je MMA-waarde altijd een stuk lager zijn. Trap daar niet in. Nou, dan zijn er in de afgelopen jaren een paar studies gedaan waarin ze mensen hebben gekeken naar dat grijze gebied, in beide gevallen in Engeland en in Duitsland, het grijze gebied van dat actieve B12, dat holotranscobalamine. En dan zit u boven een studie in Duitsland van Wolfgang Hermann in Saarbrücken. En daar ziet u, daar heeft hij iets andere cut-off waardes gebruikt van 20 tot boven de 70. Maar dan ziet u dat in het gebied van 20 tot 70 tussen de 12 en de 23% van de mensen een verhoogd MMA had. Dus door de mand viel als hebbende een B12 tekort, ondanks dat hun actieve B12 in het grijze gebied zat. In Engeland is die studie vergelijkbaar gedaan met een iets andere meting. Daar heeft men gekeken naar alle waardes tussen de 25 en de 50. En daar bleek dat in dat grijze gebied van die meting tussen de 24 en de 36% van de mensen een verhoogd MMA had. Dus in het grijze gebied van het actieve B12 helpt het om het MMA te meten, om te kijken is er toch een functioneel B12 tekort. Maar ziet u ook de adder onder het gras?
De adder onder het gras ziet u linksboven in de dia. In de studie in Duitsland heeft men iedereen met een holo-TC, een holotranscobalamine van onder de 20, ook het MMA gemeten. En normaal beschouwen we zo'n waarde onder de 20 als ernstig B12 tekort, dus direct behandelen. Maar wat u ziet is dat maar 45% van die mensen op dat moment een verhoogd MMA had. En dat laat dus ook zien dat het MMA eigenlijk helemaal niet zo'n goede maat is voor de aanwezigheid van functioneel B12 tekort. Je zou een biomarker willen hebben die ook in 100% van de gevallen waarop het B12 gehalte keilaag is, duidelijk verhoogd is. En MMA is dat niet. Wat u linksboven in het dia ziet is nog het meest verontrustende. Van de mensen met een holotranscobalamine actief B12 onder de 20, wat iedereen vindt dat dat een hele lage waarde is, heeft maar 45% een verhoogde MMA-waarde. En dat betekent dus dat die MMA-waarde helemaal niet zo'n goede detector is voor een vitamine B12 tekort. Samenvattend, als je iemand hebt met klachten, de B12-waarde lijkt aan de lage kant en de MMA helpt je niet, de klachten zijn leidend. De klachten die in meer of mindere mate passen bij vitamine B12 tekort. Laten we ze nog een keer herhalen. Heel weinig mensen met vitamine B12 tekort hebben bloedarmoede, hooguit 1 op de 5. De belangrijkste klachten zijn cognitief van aard, de hersenen, brain fog, geheugenstoornissen, niet goed kunnen concentreren, niet goed op namen kunnen komen, niet goed op woorden kunnen komen, tegen de deurpost aanlopen. Of klachten van het zenuwstelsel, tintelingen in de vingers, doofgevoel in handen en voeten, oorsuizen, slecht evenwicht, etc. Geen van die klachten is heel specifiek voor het hebben van B12 tekort, maar samen wel, hoe meer je van dat soort klachten in combinatie ziet optreden, hoe meer je beducht moet zijn op de aanwezigheid van B12 tekort. Een van de belangrijke instinkers, en daar komen we dadelijk in het eind nog op terug, is mensen die al supplementen gebruiken. Want daardoor kan het best zijn dat de B12-waarde een beetje omhoog gaat, net in het normale gebied komt, en dat mensen dan ten onrechte worden uitgeboekt als je B12 is prima. Stel, je hebt bij iemand een B12 tekort vastgesteld aan de hand van of de actief of de totale B12-waarde of de MMA-waarde. Zijn er dan nog andere dingen waar je op moet letten? Ja. Een beetje afhankelijk van de oorzaak, maar als er sprake is van zo'n auto-immuunafwijking in de maag, dan is er ook vaak ijzertekort. Er kan vaak een stoornis zijn in de opname van foliumzuur of vitamine D. Dus dat zijn de dingen waar je in ieder geval naar kijkt. En datzelfde, ook al heeft maar 20% van de mensen met vitamine B12 tekort bloedarmoede, je zult altijd een bloedbeeld doen om te kijken naar het Hb-gehalte en het MCV-gehalte. Een hoger MCV betekent grotere rode bloedlichaampjes, wat past bij een vitamine B12 tekort. Maar lang niet altijd hoef je dat te vinden, want op het moment dat je en een B12 tekort hebt en een ijzertekort, wat heel vaak voorkomt, dan worden je rode bloedlichaampjes helemaal niet groter. En daarnaast, B12 tekort komt vaak voor bij mensen met een schildklieraandoening. Omgekeerd geldt ook, als mensen een B12 tekort hebben, wees dan alert op het ontstaan of bestaan van op hetzelfde moment een schildklieraandoening, bijvoorbeeld een te langzaam werkende schildklier. Belangrijk is, en ik heb u net de oorzaken van B12 tekort laten zien, op het moment dat je vast hebt gesteld dat er een B12 tekort is, ben je nog niet klaar, dan moet je op zoek naar de oorzaak. Want als de oorzaak bijvoorbeeld celiakie is, je bent allergisch voor gluten, is de beste behandeling is gluten uitbannen uit je voeding. Glutenvrije voeding, glutenvrij brood, waardoor de afwijkingen in de darm verdwijnen en de darm veel beter weer vitamine B12 en ijzer en foliumzuur kan opnemen. Nou krijgen we vaak de vraag, moeten we nou bij mensen met schildklieraandoeningen screenen of er B12 tekort is, terwijl iemand er eigenlijk geen klachten van heeft? En ik heb er eigenlijk geen goed antwoord op. En waarom is dat? Nou, aan de ene kant kun je denken, schildklieraandoeningen, grote kans, hè, misschien wel 20-30% kans op B12 tekort, dat kan ontstaan. Laten we screenen, laten we er vroegtijdig bij zijn. Maar dan vind je een lage B12-waarde, wat ga je dan doen? Je kunt dan zeggen, nou, dan gaan we iemand suppletie geven, orale suppletie in de vorm van B12-tabletten of smeltabletten.
Dat kan de waarde verhogen en kan dus heel goed helpen om klachten van een B12-tekort te voorkomen. En een argument ten faveur van screening is dat mensen vaak al enkele jaren een lage B12-waarde in het bloed hebben voordat ze symptomen ontwikkelen. Het is zeker belangrijk om vroegtijdig B12-suppletie te gebruiken als iemand storende medicatie gebruikt, bijvoorbeeld maagzuurremmers of metformine. Het is absoluut noodzakelijk, en daar kom ik dadelijk op terug, om B12-suppletie te gebruiken als je alleen maar plantgebaseerde voeding gebruikt en geen dierlijke producten meer gebruikt. Je moet ook realiseren dat B12-suppletie, het voorkomen van klachten bij vitamine B12-tekort, is veel efficiënter dan later behandelen als er al neurologische klachten staan. Omdat heel veel mensen, ondanks een goede behandeling, toch restklachten blijven houden. Net zoals 10% van de mensen met een te langzaam werkende schildklier restklachten blijft houden. Maar er is een risico dat een suppletie de klachten van B12 maskeert. Dat je door suppletie je waarde net in het normale gebied krijgt, vervolgens toch klachten ontwikkelt en dan niemand zich meer realiseert dat die klachten van een vitamine B12 tekort zouden kunnen komen. Dus er zijn argumenten voor screening. Er zijn argumenten om voorzichtig te zijn met suppletie, want het zou best eens kunnen zijn dat je daarna een diagnose B12 tekort kunt verdoezelen. Dan gaan we nu naar het voorkomen of behandelen van een vitamine B12 tekort. We beginnen eerst met wat kun je nou vinden aan vitamine B12 preparaten? Nou, dan heb je natuurlijk tabletten. De meest gebruikte en meest voorkomende tabletten in Nederland zijn cyanocobalamine tabletten. Die kun je bij de drogist kopen, die kun je bij de apotheek halen. Er zijn ook gespecialiseerde bedrijven die tabletten maken waar de actieve bestanddelen, methyl- en adenosylcobalamine, in zitten. Het bijzondere is, er is nauwelijks onderzoek gedaan naar wat van die tabletten nou beter is, of de actieve variant of de niet-actieve variant. Er zijn ook smelttabletten. Je kunt ook vitamine B12 in drankvorm of in sprayvorm vinden. Ook daarvan is nauwelijks onderzoek gedaan of één of een ander preparaat te prefereren is. Dus vaak gebruiken mensen ter voorkoming van vitamine B12 tekort cyanocobalamine tabletten of de combinatie methyladenosyl. Daarnaast zijn er injecties B12, ampullen voor injectie. In Nederland is dat hydroxocobalamine, zijn twee varianten van Takeda en van Centrafarm. Beide hebben 1000 microgram cobalamine B12 in 2 milliliter. En we hebben een voorkeur in Nederland voor de variant waar geen benzylalcohol in zit. En dat is de variant van Takeda. In het buitenland zijn nog andere varianten beschikbaar. En vaak ook bijvoorbeeld in Duitsland varianten waar 1000 microgram in 1 milliliter zit. Wat natuurlijk voor kinderen die B12 tekort hebben te prefereren is. Het scheelt in volume. Ook is cyanocobalamine in West-Europa beschikbaar als preparaat voor intramusculaire injecties. Maar in principe gebruiken we dat liever niet. En ook de internationale richtlijnen, bijvoorbeeld die in Engeland, adviseren altijd hydroxocobalamine. Maar hydroxocobalamine is een voorloper. Het wordt in de cel geactiveerd tot methyl en adenosyl en heeft daar zijn werking. Dan gaan we even terug naar de voeding. Want hoe gaan gezonde mensen nou, wat doen ze nou met B12 in hun voeding? Je eet een dierlijk product en hoeveel nut heb je daar nou van? Nou, in de darm hebben we een bepaalde opnamecapaciteit. En die opnamecapaciteit hangt samen met de hoeveelheid van dat intrinsic factor dat gemaakt wordt. Intrinsic factor bindt aan B12, wordt gezamenlijk in de cel opgenomen. En die opnamecapaciteit is ongeveer 1 tot 2 microgram per dag. Gemiddeld 1,5 microgram. En dan is dat systeem is verzadigd. Er is ook een mogelijkheid dat je B12 zonder intrinsic factor opneemt. Dat heet dan passieve opname en dat ligt ergens tussen de 0,1 en de 2%. Gemiddeld is dat 1% en iedereen heeft dat altijd over 1%. Maar er zijn mensen die veel minder B12 passief opnemen via hun darm. Dus waarbij het B12 gewoon een heel klein beetje door de dunne darm naar binnen sijpelt. Er zijn mensen die dat iets beter doen. En wat betekent dat dan? Nou, stel dat je iemand adviseert om een tablet van 1000 microgram te gebruiken. Dan denk je, nou, 1000 is heel veel. Als je dan berekent hoeveel iemand met een lage opname inneemt, dan is dat ongeveer 2,5 microgram. 1,5 microgram via intrinsic factor. En ongeveer 1 microgram, 1
10% van die 1000 via een passieve opname. Nadeel is, je kunt niet aan de punt van de neus van mensen zien wie goed opneemt en wie niet goed opneemt. Dus mensen die goed opnemen en die misschien wel 2% opnemen via de passieve opname, die halen misschien wel 21 microgram uit een tablet van 1000. De overige 980 microgram verdwijnt via de ontlasting en neem je dus niet op. Daarbij moet je ook realiseren dat we dagelijks en B12 verbruiken, maar ook B12 verliezen via de gal. Dus op het moment dat je opnamecapaciteit minder wordt, dat je maag onvoldoende intrinsieke factor maakt of omdat er minder maagzuur gemaakt wordt, dan kom je al heel snel in een negatieve balans, ga je B12 verliezen. Gemiddelde opname van een tablet van 1000 microgram voor de doorsnee persoon is ongeveer 11 microgram. Maar nogmaals, je weet niet wie de goede opnemers zijn en wie de slechte opnemers zijn. Bij onvoldoende inname, iemand die plantgebaseerde voeding gaat gebruiken, is het advies altijd om preventief B12 suppletie te gaan gebruiken. Voorkomen is beter dan blussen of genezen of hoe je het noemen wilt. En dan start je meestal met een orale suppletie, tabletjes van 50 microgram, iedere dag. Er zijn ook mensen die adviseren om zo'n tablet van 1000 microgram minstens 2 keer per week in te nemen, om net een positieve B12 balans te houden. Eigenlijk, mensen die vegan zijn, dus die plantgebaseerde voeding gebruiken, moet je wel controleren. We doen dat lang nog niet altijd in Nederland, maar de gevolgen van een B12 tekort zijn groot. Dus in feite is dit een goede reden om B12 waarde te vervolgen. En dan wil je zien dat mensen die orale suppletie hebben ter voorkoming van een tekort, hoognormale waarden in hun bloed hebben. Als iemand onvoldoende inname heeft en die is vergeten of die wist niet dat B12 suppletie nodig was, bij milde klachten kun je dat vaak behandelen met orale suppletie, maar als zo iemand ernstige klachten heeft, wat je dan toch het liefst wil doen, is iemand tijdelijk met B12 injecties behandelen en later teruggaan naar orale suppletie, suppletie met tabletten. Dit geldt voor mensen met onvoldoende B12 inname. Als om wat voor reden het maag-darmsysteem niet in staat is om voldoende B12 op te nemen, dan helpt extra B12 in je voeding helpt niet zoveel. En nogmaals herhalen, B12 tekort bij een normale voeding met normale dierlijke producten. Als je dan een B12 tekort hebt, betekent dat je hebt een slechte B12 opname. En in principe behandel je dan met intramusculaire injecties in de spier om het B12 gehalte bij te spijkeren. Er is geen enkel bewijs dat in die situatie pillen even goed werken als injecties. De studies die gedaan zijn, hebben gekeken naar, wordt die waarde in het bloed een beetje normaal? Maar goed, een waarde van 150 tot 200 in het bloed is in het normale gebied, maar zegt niets over klachten. En het is ook niet te voorspellen wie of wel goed of niet goed reageert op tabletten, op orale suppletie. Dus bij een B12-opnamestoornis, zoals de ziekte van Addison-Biermer, of na een maagoperatie of bij de ziekte van Crohn, is de standaardbehandeling B12 injecties, hydroxycobalamine, de 1000 microgram per 2 milliliter. In principe opladen met 2 keer per week een injectie totdat of alle klachten verdwenen zijn of de klachten niet meer verbeteren. En dan ga je heel langzaam de frequentie van injecties ga je verminderen. En de meeste mensen komen uiteindelijk terug op een lange termijn onderhoudsdosering van 1 injectie per 4 weken tot 1 injectie per 8 weken. Maar er is een kleine groep mensen die vaker moet injecteren om klachtenvrij te worden en klachtenvrij te blijven. Als iemand alleen bloedarmoede heeft en geen neurologische klachten of cognitieve klachten of psychische klachten, dan is het vaak voldoende om de eerste 5 tot 8 weken 2 keer per week te injecteren en dan te gaan afbouwen. Op dat moment is in de regel de bloedarmoede hersteld. We hadden het net al over de onderhoudsdosering, gemiddeld 1 keer per 4 weken tot 1 keer per 8 weken een injectie op de lange termijn. Maar wat is nu de dagelijkse praktijk? Dat zie je eigenlijk hier links op de dia. Er is een onderzoek in Engeland waarbij mensen met B12 tekort zijn gevraagd naar hoe vaak dien je zelf of dient je huisarts een B12 injectie toe. En dan ziet u dat de meeste mensen 1 keer per maand tot 1 keer per 2 maanden injecteren. Maar u ziet ook dat totaal in de buurt van de 30% van de mensen vaker dan 1 keer per maand injecteert. 10% iedere 2 tot 3 dagen, 9% iedere week en 10%
iedere 2 tot 3 weken. En er is zelfs een kleine groep, 1% van de mensen, die iedere dag injecteert. Wat er ook staat is, hoe tevreden zijn die mensen nou met hun behandeling? En daarbij zie je dat mensen die niet zo vaak injecteren over het algemeen iets minder tevreden zijn dan mensen die vaker injecteren. Dan moet je realiseren dat daar 2 fenomenen een rol spelen. Mensen die vaker injecteren dan 1 keer per maand hebben in de regel ook meer en ernstige klachten. En zullen dus ook vaak de mensen zijn die ondanks het feit dat ze vaker injecteren toch nog langer klachten of restklachten houden. In de groep die 1 keer per 2 maanden tot 1 keer per 3 maanden injectie krijgt, zitten ongetwijfeld mensen die onvoldoende behandeld worden en die vaker een B12-injectie nodig hebben. En dat betekent dus ook dat er helemaal geen one size fits all, 1 schema voor iedereen is. En dat kennen we ook uit andere aandoeningen. Mensen met hoge bloeddruk. Sommige mensen kunnen met 1 tabletje van een plastablet bijvoorbeeld, kunnen die een goede bloeddruk krijgen. Maar er zijn ook mensen die 3 of 4 verschillende medicamenten nodig hebben voordat hun bloeddruk normaal is. En dat zien we dus ook in de frequentie van B12-injecties bij mensen met B12-tekort terug. Een van de belangrijkste dingen voor u ook om te realiseren en om met uw dokter te bespreken is, wat zijn nou mijn klachten en hoe veranderen mijn klachten onder invloed van de behandeling? En hier ziet u met toestemming een lijstje van een van mijn patiënten die heel duidelijk en heel mooi op heeft gegeven wat voor klachten zij precies had en daar ook een rapportcijfer aan heeft gekoppeld. 1 is ik heb er heel weinig last van, tot 10 is ik heb er heel veel last van. Hier ziet u de rapportcijfers voordat de behandeling werd gestart en hier ziet u de rapportcijfers na 1 maand en na 6 maanden. En met de groene pijl ziet u welke klachten allemaal verminderd of verdwenen zijn. Het dove gevoel in de handen en de voeten, het niet op woorden kunnen komen, de vermoeidheid, slaperigheid en zwakte zijn fenomenen die heel duidelijk sterk verbeterd zijn onder invloed van de behandeling met B12-injecties. Maar u ziet ook aan de hand van de rode pijl dat er klachten zijn die helemaal niet veranderen. En het is dus heel aannemelijk dat in die situatie die klachten gewoon niet met het B12-tekort te maken hebben. Maar het geven van de rapportcijfers, hoe kinderlijk eenvoudig ook, kan u helpen en kan mij als dokter en uw huisarts kan helpen om te volgen hoe de behandeling gaat. En ook op een gegeven moment te kijken of de behandeling langzamerhand wat minder intensief kan. Niemand vindt het leuk om heel lang 2 keer per week een injectie in je beenspier of in je billen te krijgen. Dus je wilt altijd het maximale effect op symptomen. Symptomen moeten verdwijnen en wegblijven met zo weinig mogelijk injecties. En daarbij moet u zich realiseren dat het herstel van de klachten kan variëren van persoon tot persoon. Mensen met ernstige neurologische klachten kan het maanden tot jaren duren voordat de klachten of gestabiliseerd zijn of helemaal verdwenen zijn. Wat we ook weten is dat hoe langer iemand een B12-tekort heeft, of hoe ernstiger het B12-tekort was, hoe groter de kans dat er restklachten blijven bestaan die niet meer weggaan. Vandaar dat bij iedereen met klachten die duiden op een B12-tekort, een snelle diagnose en een snelle behandeling heel belangrijk zijn. Ik weet niet hoeveel mensen op dit moment kijken, maar iedereen van u is uniek. En dat zien we dus ook in de behandeling en de lange termijn behandeling terug. Iedereen vergt een eigen persoonsgebonden aanpak. De klachten van de ene persoon kunnen heel anders zijn dan de klachten van de andere persoon. Wees op de lange termijn als dokter, maar u ook als degene die de B12-injecties krijgt, bedacht op andere tekorten zoals van ijzer, foliumzuur of vitamine D. En wat ik net al zei en liet zien in die ene grafiek, de behoefte van B12-injecties varieert van persoon tot persoon. Van 2 keer per week voor de ene tot 1 keer per 4 à 8 weken voor de andere persoon. Mijn vader had pernicieuze anemie, maar had alleen bloedarmoede, had geen neurologische klachten. Dus die kon uiteindelijk op de lange termijn uitstekend behandeld worden met 1 injectie per 2 weken. En was daarop klachtenvrij en had daarop geen bloedarmoede meer. Zijn moeheid ging pas helemaal weg toen ook zijn hypothyreoïdie met een TSH van 125 werd vastgesteld en door zijn huisarts behandeld was met levothyroxine.
Een van de belangrijkste adviezen die ik u kan geven als het gaat om de B12-injectiebehandeling is leer zelf injecteren. De assistent in de huisartsenpraktijk zal vaak in de bilspier injecteren, dat ziet u midden onderin. Als je zelf injecteert, injecteer je vaak in de bovenbeenspier, omdat dat wat makkelijker is en veel makkelijker is dan zo kunstmatig in je bil proberen te prikken. En bijna iedereen, zo niet iedereen, kan injecteren in de spier leren. En dat maakt u onafhankelijk, onafhankelijk van dokters. U kunt blijven injecteren als u op vakantie gaat, als de kerstvakantie zich aantreedt. En een van de grootste problemen die we de afgelopen jaren gezien hebben is toen in februari, maart 2020 de COVID-pandemie uitbrak. Een heleboel mensen ineens niet meer terecht konden bij hun dokter omdat de praktijk werd gesloten en de injectie stopte. Wees dat voor en leer zelf injecteren. Tot slot nog een paar mythen en misvattingen voordat we teruggaan naar de patiënten. Doe dit niet. Controleren van de B12-behandeling, spiegel in het bloed tijdens behandeling is zinloos. De waarde is altijd hoog, na de eerste injectie al. En de B12-meting heeft geen enkele zin. Het gaat om het bestrijden en verdwijnen van klachten. En niet het normaal worden van de B12, normaal worden van de B12-spiegel. Roep ook niet, van te veel B12 krijg je iets. We weten dat op de lange termijn B12-behandeling, hoe intensief ook, veilig is. Om een voorbeeld te geven, kinderen met een erfelijke stofwisselingstoornis van de B12 en de MMA krijgen soms 4 of 5 B12-ampullen per dag. Om te zorgen dat hun stofwisseling normaliseert en ze klachtenvrij worden en klachtenvrij blijven. Stop ook niet omdat iemand genoeg heeft gehad. Als je een B12-opnameprobleem hebt en er is geen behandelbare oorzaak, zoals celiakie of van plantvoeding weer teruggaan naar dierlijke producten, dan is de behandeling met injecties dus levenslang. En de frequentie hangt af van je klachten en niet van bloedwaardes van B12 of bloedwaardes van MMA. Stop niet omdat de klachten weg zijn, de behandeling is levenslang. En wat je ook niet moet doen is iedereen switchen van injecties naar pillen. Er zijn mensen die dat kunnen, die heel veel B12 opnemen van een tablet, maar gemiddeld is dat relatief weinig tot heel beperkt. En er is een risico dat als je mensen switcht van injecties naar tabletten, dat klachten weer toenemen en die klachten daarna niet meer verdwijnen. Dus er is tegenwoordig een neiging om te zeggen, oh, pillen helpen ook. Ze helpen in het normaliseren, net in het normale gebied krijgen van je bloedwaardes, maar het gaat niet om bloedwaardes, het gaat om klachten. U mag van mij proberen, als u zegt van ik wil dat wel eens proberen van injecties naar pillen. De ervaring leert, de helft van mijn praktijk zijn mensen die meer klachten kregen of hele ernstige klachten kregen nadat ze geswitcht zijn van injecties naar tabletten. Dan gaan we even terug naar de twee mensen die in het begin de revue zijn gepasseerd. In eerste instantie de vrouw met gewichtsverlies en een hele hoge schildklierwaarde. Ze had de ziekte van Graves en bleek eigenlijk bij onderzoek door de huisarts bij toeval ook een vitamine B12 tekort te hebben. Ze had daar relatief weinig symptomen van. De meeste klachten waren gerelateerd aan haar te snel werkende schildklier. Verder onderzoek in het bloed toonde dat zij antistoffen had tegen die intrinsic factor waar we het net al over gehad hebben. En ze werd naast een schildklierblokkerend middel Strumazol ook direct behandeld met B12 injecties. En uiteindelijk kon zij op de lange termijn, nadat hij Graves genezen was, met 1 injectie per 2 maanden van B12 prima uit. De dame met Hashimoto was een wat moeilijker, want zij gebruikte B12 suppletie en had een B12 waarde die net in het normale gebied lag, rond de 180. Nou, dat is een veel geziene instinker, want die waarde is veel te weinig om klachten te kunnen bestrijden, maar wordt vaak wel weggeboekt als je zit in het normale gebied. B12 tekort gemaskeerd door suppletie en op dat moment is de bloedwaarde van de B12 dus eigenlijk niet betrouwbaar. Verder onderzoek liet zien dat zij geen antistoffen had tegen de parietale cellen in de maag of intrinsic factor. We hebben haar geswitcht naar B12 injecties en dat heeft bij haar uiteindelijk een aanzienlijke vermindering van de klachten gegeven. Samenvattend, schildklier en B12 aandoeningen gaan vaak hand in hand, zijn partners in crime. Als het gaat om de behandeling van beide, staat centraal samen beslissen, samen met je arts,
over wat voor jou de beste behandeling is qua suppletie van de schildklier, qua behandeling van de Graves als je een te snel werkende schildklier hebt en ook qua suppletie van een B12 tekort. Heb je restklachten bij een te langzaam werkende schildklier, wees alert dat een B12 tekort daar een rol in kan spelen. De kans op een B12 tekort bij iemand met een te langzaam werkende schildklier, de ziekte van Hashimoto, is zeker 10-20%. En als er nog een andere aandoening zoals vitiligo bijkomt, is die kans waarschijnlijk nog eens 2 keer zo hoog. Vergeet niet, een B12 tekort kan ook bij kinderen voorkomen. Daar gaan we vandaag niet verder op in, maar we zien vaak in families van mensen met B12 tekort dat ook kinderen al vroeg in hun leven B12 tekort kunnen hebben. Wees alert dat bloedarmoede niet het belangrijkste symptoom is van een B12 tekort. Dokters die zeggen, ik meet je B12 niet, want je hebt geen bloedarmoede, missen dus 4 van de 5 mensen met een B12 tekort, omdat maar 20% van de mensen met een B12 tekort ook daadwerkelijk bloedarmoede heeft. Belangrijk is het klachtenpatroon. Ik heb uitgebreid over de symptomen laten zien. Je moet dat patroon leren herkennen en dat kost tijd. Consulttijd en gesprek met je dokter of je praktijk ondersteunen. En ik denk dat we, nu we dit B12 verhaal zo de revue hebben laten passeren, dat u zich ook realiseert dat de lange termijn begeleiding van mensen met hypothyreoïdie meer is dan 1 keer per jaar alleen maar een TSH controleren, alert zijn op restklachten, alert zijn op het ontstaan van andere aandoeningen naast de schildklieraandoening, waarbij B12 tekort een belangrijk aandachtspunt is voor de toekomst. Samenvattend, rond B12 tekort kijken we naar een aantal zaken. Is er een B12 tekort? Klachten zijn leidend en je gebruikt bloedonderzoek van B12, MMA en homocysteïne om de diagnose te bevestigen. Op het moment dat je een B12 tekort hebt vastgesteld, ga je kijken, is er een verminderde inname van B12 of is er een verminderde opname van B12? Een verminderde inname van B12 betekent preventief eigenlijk al suppleren met B12 tabletten of smelttabletten. Kijken naar andere tekorten, zeker als het gaat om mensen met een plantgebaseerde voeding. Is er een slechte B12 opname, ga je ook kijken van zou dat door medicamenten kunnen komen, door maagzuurremmers of metformine, omdat in die situatie het vaak goed mogelijk is om met orale suppletie klachten te voorkomen of de klachten te behandelen als het milde klachten zijn. Is er sprake van een auto-immuunziekte of een maagoperatie of naar bariatrische chirurgie of een dunne darmziekte, dan zijn B12 injecties de standaardbehandeling. Die geef je op geleide van de klachten als het gaat om hoe vaak geef je een injectie. En die geef je in principe levenslang. En wees heel voorzichtig met het switchen van injecties naar tabletten, omdat dat een aanzienlijke toename van klachten kan geven. Dus zeker in die situatie is samen beslissen heel belangrijk. Enige reden om van injecties naar tabletten over te gaan is als de onderliggende oorzaak, bijvoorbeeld celiakie, is opgeheven. Ten slotte nog een aantal literatuurreferenties. Het is aardig om te weten dat in Engeland de organisatie NICE, National Institute for Health and Excellence, bezig is met richtlijnen op te stellen. En u ziet hier 3 open access publicaties die gebruikt kunnen worden om nog wat verdere verdieping te geven in wat B12 is, wat een B12 tekort voor iemand kan betekenen en hoe je dat zou willen behandelen. Het is voor mij al een stuk duidelijker hoe het werkt en wat het betekent, een vitamine B12 tekort hebben. En een van de vragen die onze achterman vaak stelt is, waarom kan er niet gemeten worden tijdens een behandeling? Waarom kan dan niet bepaald worden wat mijn vitamine B12 niveau is? Het kan wel bepaald worden, maar de vraag is of het nuttig is. Het heeft nut op het moment dat mensen met een onvoldoende B12 inname, dus vegans, B12 suppletie krijgen, want dan wil je dat die waarde hoog normaal is. Ja. Tijdens een behandeling met injecties bij mensen met een onvoldoende opname van B12 hoort de waarde hoog te zijn. Alleen die waarde zegt niets over of je de klachten voldoende bestrijdt en of de symptomen ook wegblijven. Dus over het algemeen, tijdens B12 injectiebehandeling heeft het meten van B12 geen enkele zin. Er is ook geen relatie tussen B12 en klachten op dat moment. Het is niet zo dat de mensen met de hoogste B12 ook de snelste klachten verdwijnen. Dus injecties met B12 betekent praten met mensen en niet bloedbepalingen doen.
Ja. Tenminste, niet voor B12. Ja, dat is een hele duidelijke boodschap die je geeft. Ja. Toch zien we dat wel gebeurt. En dat huisartsbehandelingen wel vaak bepaald worden aan de hand van wat de uitslagen van het bloed zijn. Maar jij zegt heel duidelijk klachten gerelateerd, dat geeft het aan. Ja, ik hoor mensen die zeggen, mijn B12 was 300. Dus dat was goed genoeg. Ik kan nu in plaats van één keer per 3 maanden, één keer per half jaar gaan injecteren. Ja. Dat is echt klinkklare onzin. B12-injecties, je vaart op de klachten. Degene die dus de injecties zelf krijgt of zet, is dus degene die vooral aangeeft van, is deze frequentie van injecteren voldoende voor mij of niet? Ja, hoe voel ik me? En dan zie je nog een stap verder, want jij zegt al van minder in die frequentie gaan injecteren. Maar soms wordt er ook wel zelfs gezegd van, hè, je kan terug naar tabletten. En wat heeft dat voor consequenties? Want dan begrijp ik dat ook heel ernstig kan zijn. Voor veel mensen heeft dat consequenties. De meeste mensen nemen te weinig, hè, bij een B12-opnameprobleem, nemen te weinig B12 uit de voeding, dus ook te weinig B12 uit tabletten. Mm-hmm. Er is een kleine groep mensen die van injecties naar tabletten kan overgaan op de lange termijn, maar dat kun je niet voorspellen. Dat zie je niet aan de punt van de neus, dat kun je niet meten. En je hebt een groot risico dat die mensen op een gegeven moment verslechteren, dat hun symptomen weer toenemen en dan niet meer verdwijnen. Erger nog, in de nieuwe NICE-guidelines, ik had het er heel even over in de presentatie, staat zelfs dat als je twijfelt over therapietrouw als het gaat om orale medicatie, bijvoorbeeld bij oudere mensen, dat je beter injecties kunt geven dan orale suppletie. Dus daar wordt heel duidelijk dat benoemd. Ja, je gaf ook al aan dat je eigenlijk levenslang B12 suppletie moet hebben en dat als je injecties krijgt dat eigenlijk bijna altijd zo blijft, tenzij de oorzaak wordt opgelost. Ja. Zoals bijvoorbeeld met celiakie, als dat probleem wordt opgelost, dan zou het kunnen betekenen dat je kunt afbouwen. Dat klopt. En dat je naar orale medicatie kan switchen. Celiakie betekent schade aan de darm en dus de opnamecapaciteit van de darm doordat je allergisch bent voor gluten. Als je dan je voeding volgt en gluten uitbandt uit je voeding, dan herstelt de darm integriteit weer en kan dus in principe weer B12 opnemen. Dus dat is een van de weinige oorzaken voor B12-opnamestoornis die behandelbaar is en waarbij mensen weer terug kunnen gaan naar orale suppletie. Ja, duidelijk. Ja, wat ik me ook nog afvroeg, want je zei, sommige mensen gaan natuurlijk zelf al starten met supplementen vitamine B12. Dan betekent het dat het niet meetbaar is op dat moment, wat hun vitamine B12, of dat binnen die referentiekaders valt of daarbuiten. En hoe lang duurt het dan als mensen zouden stoppen met die suppletie om wel aantoonbaar te krijgen hoe hun echte vitamine B12 niveau is? Hoe lang duurt dat dan? Ja, dat kan heel lang duren. 3 maanden minstens. Maar we zien ook wel situaties dat veel langer duurt. En zeker als mensen op basis van klachten orale suppletie zijn gaan gebruiken. En ze stoppen dan om zeg maar, de waarde weer meetbaar te maken. Dan heb je 2 risico's. 1 is het risico dat je klachten weer toenemen. En 2 is dat je B12 ergens zo in die buurt van die 150, 160 blijft zitten. En dan heb je een hoofddokter die zeggen, ja, maar dat is het normale gebied, hè? Die 50 kilometer per uur. Dus je hebt geen tekort. Dus je kunt maar 1 keer een eerste indruk maken, is in die situatie het geval. En dat betekent dus omgekeerd ook dat je als dokter bij het beoordelen van de B12-situatie altijd met orale suppletie rekening moet houden. Nou. Ja. Als jij en ik, we gaan even uit dat we allebei een goede darm hebben, een tablet van 1000 microgram nemen en we nemen goed op, dan vinden we waardes van 1000, 1100 in ons bloed. Mensen met een B12-opnameprobleem blijven vaak rond die 150, 200, 250 hangen. En dat is dus echt absoluut onvoldoende. Dus als je dat in de gaten hebt, hè, iemand neemt een hoge suppletiedosis en toch is die waarde maar net normaal, heb je in feite al voldoende bewijs. Dat er een opnameprobleem is. Maar weet elke huisarts dit? Weet elke internist en endocrinoloog dit? Ik ben bang van niet. En het heeft natuurlijk te maken met de druk op de gezondheidszorg. Hè. We moeten veel mensen zien in korte tijd. Maar ook wel het erg afhankelijk zijn van iets is normaal. En hè, om een voorbeeld te geven, diabetes is een diagnose die we hebben afgesproken. Als je glucose boven de 7 is nuchter, heb je diabetes. Is die 6,8 niet. Yes. Dus dat zwart-wit gevoel. En dat is hetzelfde gevoel als 50 kilometer per uur. Jij bent ook boos op het moment dat je keurig 50 kilometer per uur rijdt en een bekeuring krijgt. Daar heb je geen recht op. Maar we hebben dus heel erg de neiging om iets wat normaal is, normaal te beschouwen. En ik heb in de presentatie ook de verschillende factoren die leiden tot waarom die B12 zo wiebelig is als het gaat om de meting, heb ik benoemd. De meeste dokters weten niet eens welke laboratoriummeting in hun ziekenhuis wordt gebruikt. Dus
Het kan dus heel goed zijn dat in het ene ziekenhuis de waarde van 2,40 en het andere ziekenhuis de waarde van 4,40 wordt gemeten. Ja, ongelooflijk. Dat zijn dus gigantische verschillen. Ja, daar schrok ik ook wel van. Ook al weten we dat ook van bij een schildklieraandoening dat dat kan gebeuren. Dat we ook altijd adviseren, ga op hetzelfde moment van de dag naar eenzelfde laboratorium om je bloed te laten testen. Ja. Dat geldt dus ook echt voor die vitamine B12. Ja. Ja, zijn dat dan andere methodes? Het zijn andere methodes, zijn andere apparaten, andere, net iets andere chemische methodes die eronder zitten. Die hebben allemaal wel hun eigen normaalwaardegebied. Maar ook die normaalwaarden die zijn natuurlijk maar bij 150 of 200 gezonde mensen bepaald. En ze zijn allemaal dus gevoelig voor storingen. En ook allemaal gevoelig voor je DNA-aanleg. Hè? De mensen die op basis van hun DNA een net iets hoger B12 hebben, dus veel langer in het normale gebied blijven zitten, ook als ze een tekort krijgen. Ja. En vandaar dus ook ongeveer de helft van de mensen die wij zien in de dagelijkse praktijk met echt symptomen door B12 tekort, heeft een B12-waarde boven de grens van 140. Die we beschouwen als normaal, tussen aanhalingstekens. Ja, dus zo belangrijk dat deze mensen gezien en gehoord worden door een arts die er duidelijk verstand van heeft. Wat mij ook verbaasde was dat te weinig ongelooflijk effect heeft, met hele grote gevolgen in je dagelijks leven. Maar te veel bestaat bijna niet, begrijp ik. Nou, te veel bestaat wel, maar je moet er iets anders aan verbinden. Je kunt B12 niet overdoseren. En dat betekent, het grootste gedeelte van B12, dat plas je weer uit. Dus van één ampul die je injecteert, van 1000 microgram, is binnen 2 dagen is 850 alweer verdwenen via de urine. Dat is de ene kant van de medaille. Er zijn geen aanwijzingen dat langdurig orale suppletie of langdurig intramusculaire injecties leidt tot een verhoogde kans op sterfte. Dat hebben we zelf in een groot Amerikaans cohort van meer dan 24.000 mensen hebben we dat vastgesteld. Mensen werden meer dan 10 jaar gevolgd, geen lange termijn negatieve effecten. En ik noemde al, kinderen met een aangeboren stofwisselingsstoornis geven we nog veel meer B12 om hun stofwisselingsstoornis te corrigeren. Krijgen een soort boost. Echt. Ja. Wat we wel weten is dat er mensen die om wat voor reden een hogere B12-waarde hebben, zonder dat ze supplementen gebruiken, is die hogere B12-waarde vaak een onderliggende verklaring voor iets onderliggends. He, dus als je een leverziekte hebt, gaat je B12-gehalte omhoog. En boven de 1400 zoveel? Nou, boven de 1400 niet. Maar goed, dat zit al in de 800, 900. Dus je vindt ook wel, en dat heeft ook bijvoorbeeld te maken met, er zijn bepaalde genetische veranderingen die aan de ene kant maken dat je B12-gehalte hoger is in het bloed, maar het inactieve B12. En aan de andere kant je kans op infecties, op bepaalde andere aandoeningen, zelfs op longkanker groter maken. En daar zijn dus een paar genen, DNA-materialen, DNA-aspecten in geïdentificeerd. En dan is je B12 is dus in feite niet de oorzaak, maar is een onschuldige bijstander. Je kunt dat een beetje verklaren met want het vinden van een verband tussen het een en het ander is iets anders dan het een veroorzaakt het ander. Uiteraard. En een voorbeeld wat we dan vaak aangeven is, op dagen waarop heel veel ijsjes wordt gegeten, verdrinken er meer mensen. Maar die mensen verdrinken niet doordat ze meer ijsjes eten. Nee. Die mensen verdrinken omdat het mooi weer is. Het mooi weer is, allemaal gaan zwemmen, veel ijs eten. Ja. Dus dit zijn twee factoren die wel met elkaar in verband houden, maar de ijsjes veroorzaken het niet. Nee, en dus heel veel onderzoek uit de epidemiologie, daar komt dit ook uit. Hè? Als je geen supplementen hebt, je hoger B12, heb je toch een iets grotere kans op ziekte. Zijn associaties, zijn relaties, zijn verbanden, maar niet oorzaak en gevolg. Ja. Vaker omgekeerd. En we zien dat ook wel. Hè? In Amerika zagen we dat mensen na een hartinfarct of nadat ze kanker hebben gehad veel vaker B12 supplementen gingen slikken. En dus ging hun B12 omhoog. Ja. Maar als je al een hartinfarct gehad hebt, heb je een grotere kans op de lange termijn om opnieuw een hartinfarct te krijgen. Ja. Dus dan is het niet de verhoging van B12 door je supplementen, maar is het je onderliggende ziekte die veel sneller maakt dat je weer iets anders krijgt. Ja, dat geef jij natuurlijk ook terecht aan. Het gaat uiteindelijk om die oorzaak. En we kunnen de symptomen en bestrijden, maar uiteindelijk wil je achterhalen waar het vandaan komt. En als dat op een gegeven moment duidelijk is, of ook als het niet totaal duidelijk is, maar het is klachten belangrijk om te blijven slikken / geïnjecteerd krijgen, dat te doen. Ik vond ook mooi jouw advies van leer zelf injecteren. Heel praktisch natuurlijk, dat je ook met kerst, als je huisarts niet werkt of in de zomervakantie of zo, dat zelf kunt doen. Een ander
opmerkelijke detail uit jouw presentatie was dat als je dierlijke producten verwarmt in een magnetron, de werking van B12, het tekort groter werd eigenlijk. Nee, het tekort wordt niet groter, maar de magnetron behandeling van de voeding breekt de B12 een heel klein beetje af. Ja. En ik kwam dat toevallig tegen toen ik aan het kijken was, want er zijn nog nooit meer dingen, dus maar één publicatie over. Maar dus als je dierlijke producten in de magnetron verhit, dan gaat het B12 gehalte gaat een klein beetje omlaag. Dus je neutraliseert een heel klein beetje van het B12. Ja. Het zal niet direct een gevolg hebben, maar het is toch wel een opmerkelijk... Nou, we hebben steeds meer neiging om dingen in de magnetron te schuiven in plaats van op het vuur of op het elektrische plaat te koken. Nou, dan ben ik zelf een consumenten, geen producent, maar iets in de magnetron plaatsen gaat me nog net goed af. Ja. Maar ja, ik vond het opvallend dat dat toch wel een effect op de kwaliteit van je voeding heeft. Ja, dat viel mij ook op. Even terug naar het begin, want het gaat voor ons natuurlijk bij SON vooral om patiënten met een schildklieraandoening. Is het nou raadzaam voor elke patiënt met een schildklieraandoening om ook meteen vitamine B12 te laten prikken bij diagnose? Het klinkt aanlokkelijk. Maar er zijn een paar dingen voor en een paar dingen tegen. Eén is, je hebt een grotere kans om B12 tekort te ontwikkelen. Dus de vraag is, helpt je dat? Sowieso helpt gezonde voeding. En voldoende dierlijke producten waar B12 in zit. Dus kijken naar je voeding. Niet alleen B12, maar ook vitamine D en andere vitamines. We weten dat een lage B12 kan soms jaren vooruit gaan aan het krijgen van symptomen. Maar lang niet iedereen heeft een lage B12. Met een lage B12 krijgt ook daadwerkelijk symptomen. Dus er is altijd een risico van overbehandeling. Ja. Aan de andere kant, een gewaarschuwd mens stelt voor twee. En een van de verwarringen die er natuurlijk kan zijn, is als je hersenmist krijgt of je kunt niet meer op woorden komen, niet meer concentreren. Is dat nou een te langzaam werkende schildklier of is dat misschien een B12 tekort? Zijn dezelfde klachten. Zijn vergelijkbaar, deels vergelijkbare klachten. En daar kom je dan niet uit. Dus ja, ik ben er zelf nog niet over uit of screenen verstandig is. Maar wat wel verstandig is, is alert zijn dat een tweede aandoening kan ontstaan. En als je klachten hebt die je niet op een andere manier kunt verklaren, of die passen binnen dat hele symptomenbeeld van B12 tekort, laagdrempelig je B12 meten. Maar ook weten dat een B12-meting zeker niet alles zegt. Nee, dat heb je vrij duidelijk uitgelegd, dat dat alleen niet voldoende hoeft te zijn. Nee. We hebben natuurlijk heel veel over patiënten of mensen met een hypothyreoïdie. Maar ook met een auto-immuunziekte als de ziekte van Graves. Ja. Zie jij duidelijk vitamine B12 tekorten. Ja. Beide zijn auto-immuunaandoeningen. Ja. Het is denk ik ook van belang om te realiseren dat ongeveer 80% van de mensen met een schildklieraandoening zijn vrouwen. Voor B12 tekort geldt precies hetzelfde. Ongeveer 80% tot 85% van de mensen met B12 tekort is vrouw. Voor andere auto-immuunaandoeningen ligt dat weer wat anders. Voor type 1 diabetes is het bijvoorbeeld ongeveer 50-50. Dus en waarom nou vrouwen vaker schildklieraandoeningen en B12 tekort hebben, dat weten we eigenlijk niet. Wat we wel zien, is toch een beetje de neiging om snel klachten een beetje goed te praten, een beetje te bagatelliseren of een beetje een psychologisch sausje overheen te gooien. En dat zien we ook, daar is veel literatuur over, dat het bij vrouwen vaker gebeurt dan bij mannen. Ja, daar vechten wij echt tegen. Dat hoe vaak wij niet ervaringsverhalen terugkrijgen. En dat klachten uiteindelijk vaak schildklier gerelateerd, maar dat zou dus ook vitamine B12 tekort gerelateerd kunnen zijn, worden afgedoen van, oké, oma, je hebt een baan, kinderen en je zorgt ook nog voor oma. Ja, logisch. Of burn-out, psychische klachten, overwerkt, et cetera. En dat er niet altijd goed gekeken wordt naar dit soort oorzaken. Ja. En het grappige is, ik zie dat terug in de spreekkamer. En ik ben altijd blij, dat klinkt heel raar, maar als we bijvoorbeeld bij onderzoek naar B12 tekort ook een verhoogde MMA vinden. Ja, ik heb laten zien, dat is lang niet altijd het geval, maar als je MMA verhoogd is, ja, dan kan niemand er meer omheen. Ja. En dan moet je wel van heel goede huizen komen om daar nog het stempel psychologisch op te zetten. Ja. Terwijl we weten dat bij de helft van de mensen met een B12 van onder de 140 of dat actieve B12 van onder de 30 die MMA normaal is. Dus dat het helemaal zo'n goede parameter niet is. Dus mensen met een verhoogde MMA kijken me altijd gek aan, maar ik heb de neiging om ze te feliciteren. Ja. Dan weet je het zeker. Ja. En je ziet dat zelf natuurlijk in de behandeling van mensen met een hypothyreoïdie. Die laten dan eens in zoveel tijd bloed prikken en krijgen dan, als ze een beetje geluk hebben, de uitslag op een briefje. En dan wordt er niet gevraagd naar klachten, maar krijg je gewoon, je TSH is 4,3 en dat is goed, want tot 4,5 is normaal. Ja. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo hoeft te zijn. Nee, dat bewustzijn, daar werken we met elkaar heel hard aan. Hè?
dat het gaat om hoe voelt u zich. En ook in relatie en verhouding tot een vorige keer. Ja. Want iedereen heeft zijn eigen setpoint qua gevoel. En het omgekeerde komt natuurlijk ook voor. Je B12 kan perfect in orde zijn en er kunnen degelijk psychologische klachten ontstaan. Dus we moeten ook niet zeggen dat alles maar lichamelijk moet zijn. Nee. Maar dat het uiteindelijk wel een balans is. En dat zowel schildklierhormoon als vitamine B12 belangrijke factoren zijn in die balans waarin mensen functioneren. Ja. Maakt het nou nog uit of je al veel langer of een veel ernstiger tekort hebt aan vitamine B12? Ja, dat maakt uit hoe ernstiger het tekort is. Of hoe langer het bestaat. Hè? Vandaar dat ik de dia vooral met de veenbrand liet zien. Ja, hoe verder die schade doorwoekert. En ik had ooit een mevrouw die kwam de eerste keer toen ze net behandeld werd in een rolstoel. En die mevrouw was echt een genot, want bij ieder volgend consult ging er iets af. Hè? Het volgende consult kwam ze achter de rollator. En het derde consult kwam ze met een stok wandelend aan de arm van de man. Ja. En het vierde consult had ze alleen nog maar de stok nodig. En de man liep achter de te zorgen dat het allemaal goed ging. Dus je ziet, en dat is een beloop van 1,5-2 jaar geweest. Ja. Bij ieder vervolgconsult ging het weer wat beter met haar. En hè, zeker als er ernstige neurologische klachten zijn, kan dat jaren duren voordat je het maximale herstel ziet. Maar dan is het ook zo zwaar voor mensen om hiermee te dealen. Ja, dat is het ook. Ja. Dat het zo lang duurt en dan word je eindelijk behandeld en dan duurt het nog zo lang voordat je je echt beter gaat voelen. Ja, maar dit was iemand waarbij dat van tevoren. Ze had al 5 jaar had zij klachten. Dit was iemand bij wie die B12 gestoord werd door die intrinsic factor antistoffen. Dus zij had een B12-waarde van 310, 320. En is dus niet herkend als dit is een vitamine B12 tekort. Nee. En gelukkig is dat zeldzaam, maar dat laat wel zien hoe ernstig een diep B12 tekort daarin hakt op je hele functioneren als mens. Ja, dat is ook wat we terug horen. Maar ja, die erkenning om die ook te krijgen is heel belangrijk. Ja, Bruce, dan kom je als mens met een aandoening je niet goed voelt met allerlei klachten bij die huisarts. En dan denk je zelf aan vitamine B12 tekort. Maar is er dan een medische richtlijn waar je naar kan vragen? Hoe werkt dat? Nou, er zijn in Nederland geen echte medische richtlijnen. Er is een richtlijn in Engeland uit 2014 van de Engelse Hematologie Society. En nu op dit moment is NICE, het grote instituut in Engeland, is bezig om richtlijnen op te stellen met een brede richtlijncommissie. Daar zijn al wat punten van bekend. Eén heb ik net genoemd in de presentatie. Hè. Bij ouderen, als je twijfelt, geef injecties. We zullen uiteindelijk zien hoe die eruit moeten zien. Maar een van de grootste problemen met richtlijnen zit hem in de wiebeligheid van het meten van B12. Ja. Hè, dus als jij schrijft, je B12 onder 140 is afwijkend en tussen de 140 en 300 is grijs. Als het grijs is, dan denken we, dan nemen we een ander grijs patroontje erbij. Dus het zal wel goed zijn, want het is in het normale gebied. Ja. En dat betekent dus dat die hele beslisboom van indien dit, dan dat, zo moeilijk te doorlopen is. Want bij iedere beslissing die je maakt, vallen er mensen af die wel een B12 tekort hebben. Ja. En daarom heb ik met name ook benadrukt, als mensen al supplementen gebruiken, dan wordt het vaak gemaskeerd, dus is het extra lastig. Ja. Dan zie je wel dat de waarden in het bloed net normaal worden, maar de klachten niet verdwijnen. Dat vinden dokters een moeilijk concept en dat begrijp ik ook wel. Ja. Als je er helemaal niet meer uitkomt, dan zou je zelfs over proefbehandelingen kunnen nadenken. Maar op alleen een B12-waarde zeggen, je hebt wel of geen, wel een tekort, dat kan wel. U hebt geen tekort, dan ben je op glad ijs. Dus zul je vaak en de MMA en de homocysteïne willen meten. Er is geen enkele waarde die echt onomstotelijk bewijst dat het wel zo is, een tekort, of dat het niet zo is. En dat kun je dus niet in beslisbomen, in algoritme kun je dat vatten. En hoe gaan die Britten dat dan doen? Die gaan dat ook niet doen. Dus die hebben dat niet. Die accepteren dus ook wel dat er nu en dan mensen buiten de boot vallen. In de hoop dat dat misschien laat mensen dat tekort later nog een keer wordt opgepakt. Maar je ziet ook vaak, hè, B12-waarde van 300 is normaal. En ook al heb je dan 5 jaar klachten, dan is er niemand meer die eraan denkt van, goh, zou dat toch niet een B12 tekort kunnen zijn? En zolang je dat maakt het ook heel lastig, zolang je de instinkers niet kent, zul je dus mensen missen. En uiteindelijk heb ik eigenlijk maar één advies voor patiënten, mensen met aandoeningen of voor dokters. Laatste vraag. Als je het niet begrijpt,
neem een telefoon en bel met iemand die er iets van weet. En kijk, spiegel je mening aan iemand die daar veel meer ervaring mee heeft. En ja, vaak helpt dat. Dus een gekke uitslag. Hè? In de schildklierwaarde iemand met een TSH van 20 en een T4 van 20. Een hoge TSH en een T4 zijn helemaal normaal. Daar is iets geks mee. Ja. Dan neem je de telefoon en dan bel je een specialist die wat van de schildklier weet om te overleggen wat hij ervan denkt. Ja. En dat zou je bij B12 tekort ook moeten doen. Ja. En dan moet je echt iemand vinden die ook die instinkers kent. Ja. Gelukkig komen die maar heel weinig voor. Dus de doorsnee mens met te langzaam werkende schildklier, de gemiddelde huisarts, komt die maar heel zelden tegen. Ja. En dat is natuurlijk het nadeel van mensen in een ziekenhuis. Die zien vaak een beetje in het topje van de ijsberg. Ja, het is natuurlijk die huisarts waar je die patiënt eerder naar binnen loopt. Ja. Daarom gaf ik mijn vader ook als voorbeeld. 1 keer per 2 maanden een B12-injectie, daar deed hij het prima op. En dat is natuurlijk een grote groep. 50% tot 60% doet het redelijk goed op de standaardbehandeling. Ja. Het is juist die uitdaging van die 30-40% die het niet doet. Ja. De uitdaging van de mensen restklachten ondanks schildklierhormoon en een goede TSH en een goede T4. Hoe kun je die kwaliteit van leven nog verder verbeteren? Ja. Nou, door wat jij aangeeft, dat samen beslissen, in gesprek te blijven met ja. je patiënt. Ja. En te voelen, te horen hoe de patiënt zich voelt. En als je echt twijfelt, kun je ook altijd een proefbehandeling doen. Daar hebben we het niet uitgebreid over gehad. Maar proefbehandeling met B12 betekent in feite dat je mensen B12 injecties geeft gedurende een bepaalde periode en dan kijkt naar het effect. Nou, we weten dat neurologische en cognitieve klachten, dat duurt weken tot maanden voordat mensen erop reageren. Dus zo'n proefbehandeling is ook niet 2-3 injecties geven en dan weer stoppen en zeggen, nou, het helpt niet. Dat moet je echt wel lange tijd volhouden. Dus zeker 3 tot 6 maanden. In Groningen hielden we 6 maanden aan. En dan kijk je na die 6 maanden behandeling, kijk je naar het effect. Ja, maar dat geldt dan echt voor die neurologische... Dat geldt echt voor de neurologische en cognitieve klachten, ja. 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 Nou, duidelijk. Dank je wel, Broes, voor deze hele leerzame uitleg. Graag gedaan. Wil je meer weten over dat onderwerp? Kijk dan op onze website schildklier.nl. Je vindt hier alle informatie over de verschillende schildklieraandoeningen en verwijzingen naar belangrijke links. Nogmaals dank voor dit uitgebreide en heel interessante interview.